Afgelopen donderdag is het besluit gevallen dat Jasper dit jaar niet kan rijden. En niet vanwege fysiek ongemak, maar vanwege gebrek aan geld. Het totale budget voor een raceseizoen is 1,2 miljoen euro. Daarvan is 350.000 euro niet gedekt. Zonder dit geld wordt er niet geraced. Sponsoren haken af, vooral omdat de races in Nederland niet uitgezonden worden. Onlangs liepen de onderhandelingen met RTL en Sport 1 stuk. De televisie scheen niet goed te komen. Daar hebben we vorig jaar ook wel last van gehad. Het was niet uitgezonden op televisie. Allerlei andere dingetjes waarom het niet door kan gaan. We hebben een aardig budget nodig. Ik ben klaar met mijn sponsors. Dat is allemaal goed, wel redelijk goed gelukt. Ik kan geen nieuwe bronnen meer aanboren. Arie die probeert ook zijn team in stand te houden. En dan kom je tot de conclusie dat het niet levensvatbaar is, telespul niet. Nou, dan krijg je dit. Dan staat die jongen aan de kant. Ik denk het grootste wat er misgegaan is dat uiteindelijk gezegd wordt. En waarschijnlijk nu een feit is dat het niet op televisie komt. Waardoor veel sponsors en gezegd hebben van ja luister, in eerste instantie hebben wij natuurlijk gezegd van ja, het komt op televisie en je krijgt exposure. Jasper komt op televisie, Nederlandse rijder en dat soort dingen. En dat we dat natuurlijk nu niet hard kunnen maken. Het geld moet voor vrijdag binnen zijn, anders is het over. Ja, ergens moet je een deadline hebben en Jasper die kan niet rijden met in zijn achterhoofd het feit dat hij overwicht seizoen op moet geven. Dat is voor een mannetje niet prettig. Straks in TV Drenthe Sport uitgebreid aandacht voor de problemen van het Molenaar Racing Team.